Vandaag in deze 6 verschillende kijkers de grote onderwaterwereld nabouwen. Ik zou op avontuur moeten gaan, puzzels moeten oplossen en hopelijk niet verdrinken. Ze krijgen 1 uur de tijd om dit te bouwen, dus laten we maar snel beginnen. Goed, jongens, welkom. Ik zie dat jullie allemaal heel professioneel aan het wachten zijn tot we gaan beginnen met bouwen. Als jullie mij allemaal eventjes netjes aan kunnen kijken. jullie weten wat de bedoeling is vandaag. Jullie gaan allemaal ondergrondse werelden bouwen, ondergrondse bunkers met allemaal speciale verhaallijntjes. Wat zijn de teams? Ja, ik mag iets, joh. Ja, jullie gaan met elkaar, en jullie daar in de verte gaan met elkaar. Hey, ga maar naar jullie privé zwembadje toe. Zwem er maar heen, varen maar heen. Weet ik voor wie het wilt doen. Het is een beetje rommelig dit. Ik haal het bootje hier wel weg. Oké, jullie blijven hier. Jullie gaan... Oh, jawel, wacht. Ik help wel even met de dam doorbreken. Zo. Jullie gaan hier met z'n tweeën en jullie gaan daar met z'n tweeën. Hey, ik wens jullie veel succes. Jullie krijgen alle 4, of alle 6 zijn jullie natuurlijk. Krijgen jullie 1 uur de tijd. En de tijd gaat nu in. Goed, jongens, we zijn aangekomen in de allereerste map, die van Fastpo en Riccio. Wat hebben jullie voor mij vandaag gemaakt? Ik ben heel benieuwd. Ja, dit is onze grote vriend Plankton. Oh, wacht. Ik wist al dat we hier in de maatemmer stonden van bikinibroek. Maar ja, ik had nog niet gerealiseerd dat dit Plankton en, is. Ik weet niet of je weet wat Plankton's doel is. Ja, die wil natuurlijk het geheime recept weten. Mag ik het geheime recept van de krabburger stelen vandaag? Ja, hij mag zelf allemaal het doel vertellen zometeen. Oh, hij gaat uitleggen wat het plan is. Ja. Oké. Maar ja, wij moeten nu heel langzaam achter je rug verdwijnen en zo. En dan, Oh ja, doen jullie dat. Maar ik ga lekker met Plankton het geheime recept stelen van de krabburger, oké? Ja. Veel plezier. Oké, nou Plankton, leg eens uit. Nou, wat je eigenlijk moet doen is... ik wil heel graag het geheime recept van de... Van die hele heerlijke burger. En ja, dat gaat verder. Die moet jij eigenlijk even stelen voor mij. Dat kan ik, dat komt goed. Ja, weet je het zeker? Want ja, ik weet het zeker. Ik heb een zwemmer ook al aangetrokken, dus ik hoop zeker dat ik het geheim recept zou kunnen stelen. Nou, dat hoop ik eigenlijk wel, dat je het heel erg goed kan. Want ik heb het echt even nodig. Want ik wil zeg maar, ik wil echt van die hele lekkere burgers maken. Dus... Dat komt goed. Ga ik doen. Die van jou is niet te vreten. Dat wil ik ook weer niet zeggen, maar zo komt het er wel op neer. Dus ik zou het heel fijn vinden als je dat doet. Ik ga mijn best doen, oké? Okay? Ik zal kijken of ik... Want ik weet dat daar de krokante krab is. Ik zal kijken of ik de krabburger kan stelen. Of het recept van de krabburger. Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja, maar plaat is zo accurate. Vooral het zwarte stippie bovenop zijn hoofd. Oké, jongens. Ik moet het geheime recept zien te stelen van de krokante krab... De krabburger natuurlijk. Maar laten we ten eerste... Voordat we dat even gaan doen, even kijken waar we zijn beland, jongens. Ik zie hier het huis van Patrick. Ik zie hier... Het huis van Octo, een schelp met een parel erin. Ik zie hier het huis van SpongeBob. Ik zie, volgens mij, is dit Gerrit de Slak? En is dit iets anders? Ik weet niet specifiek wat dit is, maar dit is volgens mij Gerrit de Slak. Dan hebben we overal onder... Het is zo cool gemaakt, dit. Ik vind dit zo cool gemaakt. Koraal hier en daar. Vooral Plankton is gewoon heel leuk. Maar goed, laten wij even kijken of wij naar binnen kunnen bij de krokante krab. Want ik zie dat de deuren wel zijn geopend. Bestel hier. Hallo, ik wil graag eenmaal krabburger plus recept. Nou jongens, laten we even kijken of we hier ten eerste naar binnen kunnen gaan. Ik zie dat ik hier voor het kantoor van meneer Krabs een... Ik weet gewoon precies dat hier het kantoor van meneer Krabs zit. Een sleutel nodig heb. We hebben hier waarschijnlijk ook een sleutel voor nodig. Laten we even kijken of we hier doorheen wat kunnen vinden. Nou, ik zie dat ik hier in principe niks kan pakken. Dat zijn de ovens. Ik zie daar een boekje. Misschien is dat wel het geheime recept, dat boekje daar. Laten we kijken of we hier boven in de barrels even wat kunnen vinden. En zo niet, dan gaan we gelijk naar het huis van SpongeBob. Want wie weet heeft hij wel een sleutel in ergens liggen van... De krokante krab. Kijk, daarachter zit er eentje. Die wil ik openen. Oké, dat is niks. Dit is niks. En helemaal niks. Oké, nou laten we dan maar even naar het huis van SpongeBob gaan. Want wie weet heeft hij wel... Oh, die is ook op slot. Het huis van SpongeBob. Het huis van Octo daarentegen is ook... Wat gaat die open als ik dit klik? De deur gaat open van Octo, jongens. We gaan naar Octo's huis in. Octo's klarinetkluis. Oké. Code maken. Oké, misschien moeten we de klarinet stelen. Maar ja, ik weet de code natuurlijk nog niet van... de klarinet. En ik weet ook niet waarom ik de klarinet nodig zou hebben, weet je. Bloemenschaar. Oké, die nemen we mee, de bloemenschaar. Ik weet niet wat we eraan hebben, maar die nemen we 100% mee. Dan gaan we even naar boven. Naar de slaapkamer van Octo. Of slaapkamer, hij mist alleen het bed. Wat kunnen we hier allemaal vinden? Helemaal niks. Een YouTube-filmpje. Oké. Wacht eens even. Wat doet dit? Takebook. Een YouTube-filmpje. Jongens, die gaan we heen. Ik weet niet. Ik ben benieuwd wat dit gaat zijn. Wacht even. Waarom? Waarom nou dit? Waar is dit goed voor?
Buurman en buurman. Ik ga het wegklikken. Dit was zo overbodig om daar het boekje neer te zetten. Ik denk, ik moet helemaal online een clue gaan zoeken en erachter gaan komen wat er aan de hand is en zo. Maar nee, het is gewoon heel simpel het buurman en buurman liedje. Oké, we gaan uit Octo's huis. Wie weet, ik heb een bloemenschaar. Misschien kan ik wat bloemetjes knippen nu en zo. Maar Octo's klarinetkluis. En ik zie daar roze, rood, groen. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft. Roze, rood, groen. Hier. Oh, dit zijn cijfers. De roze is een 4. Rood is een 1. En dit is een 7. 4, 1, 7. Oh mijn god, jongens. Ik zie... Oh, ja. 100%. En het is ook dat ik er van deze hoek naar kijk. Want vanaf een andere hoek, als je vanaf hier kijkt, zijn het natuurlijk gewoon hele andere dingen. Maar vanaf hier... Oh mijn god. 4, 1, 7. Ik ben echt briljant. Ik ben briljant. Wacht, komt-ie. Ik heb XP nodig, anders kan ik niet een naam veranderen. 4, 1, 7. Hoppakee. En het is... Oh, het is goed! De klarinet! We hebben de klarinet gekregen, jongens. Oké, ik weet nog niet wat we ermee moeten. Net zoals de bloemen gaan, maar we weten wel dat we goed op weg zijn al. Plankton, het gaat goed. Ik heb al een klarinet van Octo gestolen en ik heb al de bloemen schaar. Lekker bezig. Dankjewel. Oké, laten we kijken of Patrick thuis is. Misschien kunnen we wat vinden bij Patrick thuis. Hallo? Patrick? Patrick is volgens mij niet thuis. Oké. Bloemenschaar. Daar kan ik in ieder geval bloemetjes mee hakken. Zoals deze hier. Ik weet alleen niet wat ik er bijvoorbeeld mee moet. Maar ik ga het bloemetje gewoon hakken. Cornflower. Oh, misschien moet ik die hierin doen. Misschien moet ik hier 4 verschillende bloemetjes in doen. Laten we even kijken. Dat ik dan een sleutel krijg van het huis van SpongeBob of zo. Want ik zie daar nog een bloemetje. Die gaan we ook pakken. Oh mijn god, ik kom er niet bij. Dat meen je. Hij ligt er bovenop. Nee. Wacht even hoor. Ik ga gewoon dit blokje slopen. Ik ga gewoon het koraal slopen zodat ik bij het bloemetje kan. Zo, hoppakee. Dan hebben we het tweede bloemetje. Waar zijn de andere bloemetjes? De derde en de vierde. Die staan die achter de krokante krab verstopt? Nee. Stonden hierboven nog bloemetjes misschien? Die ik ben vergeten. Deze, die kan ik meenemen. Alleen ik denk niet dat dat hem is. Maar nee, die ga ik laten staan. Misschien hierop of zo. Ik zie daar een knop. Alleen ik denk dat dit is natuurlijk meer een soort inkt... Wat is dat? Is dat een hint? Is dat een hint? Oh, dirtbreaker! Ah, we hebben een dirtbreaker gevonden, jongens. Maar waar is dirt? Nu is het de bedoeling dat we even dirt gaan vinden. We hebben een dirtbreaker. Laten we even op zoek gaan naar wat dirt. Hier, in het hoekje achter Patrick. Oh, kunnen we dan onder het huis van Patrick? Wacht even, hoor. Hier, ja, ik denk dat we kunnen graven. Let op. Let op. Zo, hierheen. Hierheen. En dan gaan we zo meteen weer omhoog graven. Oh, ik wil het huis van Patrick. Ik wil echt in het huis van Patrick. Ik ben zo benieuwd hoe hij leeft. Plankton, die Patrick zal wel weer slapen. Volgens mij wordt hij wel snel wakker van muziek. Oh mijn god, is hij echt aan het slapen? Wacht even hoor. Wacht. Hij wordt wakker van muziek. Patrick's slaapkamer. Waar ligt hij dan? Patrick, wat een mooie... Oh, ik had muziek aangezet. Wat een mooie muziek. Ho, 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 ho. SpongeBob huissleutel. Ah, die zit volgens mij in mijn supergeheime schatkist. Maar die weg mag je zelf wel zoeken. De kaart ligt niet begraven in mijn huis. Echt niet. Doeg. Er ligt de kaart waarschijnlijk dus wel begraven in zijn huis. Laten we kijken of hier ergens met het dirt wat we kunnen hakken... ook de schatkist kunnen vinden hier onder het huis van Patrick. Oké, jongens. Ik denk dat het dan toch hier graven is. Oh, wacht even hoor. Dirt gaat weg. Bloemetjes doen we even netjes hier. Clarinet doen we ook hier. Oké, hier graven. Hey! Wat is dit? Hi-ha-ha, bla 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 bla. En dan in het midden coördinaten... Oké, dat is de schatkaart. We moeten naar de coördinaten toe. Dankjewel, Patrick. Slaap lekker. Ik weet niet of jij dat bent daar. Maar dankjewel. Oké, dan gaan we weer naar buiten. En dat kunnen we weer doen door gewoon deze route, hoe ik naar binnen ben gegaan, naar buiten weer te volgen. Zoals dit. Dan hebben we genoeg dirt om weer omhoog te bouwen. Zo. Oké, laten we even naar deze coördinaten gaan. 2198. Dat is helemaal die kant op. 2198. Zou dat in het hoekje zijn? Dat is hier. 2198. En... Min 294. Oh, dit dirtblokje. 100% dit dirtblokje. Oh, SpongeBob's huissleutel. We hebben hem, jongens. Oké. We hebben de huissleutel van SpongeBob. Dan gaan we gelijk naar de bekende ananas toe. Om te kijken wat we daar allemaal kunnen doen. 1, 2, hoppakee. Wat hebben we hier binnen? Een kist, een barrel en een barrel. Helemaal leeg. Hierachter hebben we leer. Ik weet niet of we daar iets aan hebben. Laat het nog heel even liggen. En een string en that's it. En hieronder zit niks. Laten we dan omhoog gaan. Oh mijn god, dit is... Ik zou er niet genoeg ruimte om natuurlijk... Ik hoopte dat ze die grote... Hoe noem je dat? Die grote wekker hadden gemaakt. Oké, dan die hier, en deze hier. En dan krijg ik een hoedje, hoop ik. Oh, plankton, toppie woppie. Hiermee kan je de keuken binnen. Geen idee wat je daar moet, maar vast wel iets.
Ja, ik weet het nu al wat ik daar moet. Namelijk gewoon, wat is dit? Krokante krap werkgoedje. Oké, nou die doen we maar op. Ik weet al wat ik daar moet. Dat ga je mijn recept stelen natuurlijk. We hebben een krokant krap werkgoedje op, jongens. Wat een spektakel. Oké, laten we naar binnen gaan in de hoop. Nou trouwens, het geheime recept zit natuurlijk in de kluis van meneer Krabs. Ik zei misschien dat dat hem was, maar ik weet 100% dat er ergens een kluis hier ergens is. En dat daar het geheime recept in zit. Nou, we hebben het werkgoedje op. Die button is verschenen. Dan kunnen we nu krabburgers gaan maken samen met SpongeBob. Wat is dit? Brief aan medewerkers. Oké. Wie heeft mijn kantoorsleutels gestolen? Het zal die Plankton weer eens zijn met zijn nerdhoofd. Streepje Krabs. Plankton. Oh nee, hij heeft me door. Trouwens, kom hem anders even ophalen bij mij. Wacht even. Wacht eens even. Ach, de deur is er dicht. Ik kom er niet uit. Ah, kijk. Dus je wilt zeggen dat ik al deze moeite heb doorstaan, puur om er uiteindelijk achter te komen... Wacht, ik ga Plankton. Ik ben boos op Plankton. Plankton, had jij al die tijd de sleutel al? Nou, om heel eerlijk te gezegd, eigenlijk niet. Hij zat eigenlijk in mijn broekzak. Ja, maar waarom heb ik letterlijk al die avonturen... Weet je, ga weg. Ik heb al die avonturen voor niks moeten doen. Letterlijk. En ik weet niet wat ik aan de klarinet heb. Zo luid dat je mensen wakker mee kunt maken. Ik snap hem. Ik heb de klarinet gebruikt om Patrick... Ik snapte al niet waarom ik een klarinet had, maar ik had gewoon moeten lezen... dat er stond zo luid dat je mensen mee wakker kunt maken. Ik had die klarinet gebruikt om Patrick wakker te maken, jongens. Dus het verhaal is allemaal duidelijk. Het is allemaal duidelijk. Wat een... Trouwens, goed detail voor het oog van het walvis. Die walvis daar. Wow! Ik heb nog nooit zo nagedacht dat je dat als oog zou kunnen gebruiken. Een helm. Goed detail. Oké, maar meneer Krabs kantoorsleutel, jongens. Ik ben boos op Plankton, want hij heeft me al deze moeite laten doorstaan... om uiteindelijk erachter te komen dat hij al de sleutel had. Maar dat maakt niet uit. Daar gaan we. In het kantoor. Oh, sorry. Je moet nog een keer naar me toe komen. De weg naar zijn kluis heb ik gehackt. Alleen de knop om het luik open te doen is te hoog voor mij. Oh, wacht even. Ik neem dit mee. Glashamer, die nemen we mee. Ah, kijk, en hier is de kluis, jongens, hieronder. En daar komen we niet in. Kan ik hier achter? Nee. Oké, we moeten terug naar Plankton, want hij heeft blijkbaar de weg of de route naar de kluis heeft hij gehackt. Nou, prima. Alleen de knop is te hoog voor hem. Ja, dat snap ik ook wel als kleine dwerg dat hij is. Oké, wat nu? Plankton, leg eens uit. Nou, je ziet boven mij dat knopje. Oh, die is nieuw, ja. Daar kom je niet bij. Moet ik je anders een pootje geven of zo? Ik denk dat jij het wel kan, toch? Ja, ik klik er wel gewoon op. Prima. En wat doet het? Ik heb erop geklikt. Is dit de kluisdeur open daar? Ja, die is open. Oké, top. Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. We komen in de krokante krab. En de deur is inderdaad geopend. Let's go. We gaan naar beneden. We gaan de kluis in van meneer Krabs. Oh mijn god, dit is echt daadwerkelijk een kluis. En nu? Alles overhalen of zo? Elke hendel? Is dat het? Nee. Wat is het niet? Glashamer. Ik heb een glashamer. Wat? Oh, ik schrik me helemaal kapot. Even hoor. Wat moet ik doen? Oh, goed zo. Ha, snel. Pak het recept en vlucht. Ah, wacht. Ik pak het recept. 2 seconden. Ik kan hem niet pakken. Oh, jawel. Ik heb hem. Wacht. Ah, geheim krabburger recept. Waar moet ik omhoog? Plankton, help. Plankton. Oh, dankjewel. Help. Wacht. Oh. Ah, nu snel naar boven en geef mij dat heerlijke recept. Prima, Plankton. Ah, ik ga dood. Hier. Oh, jemig. Wat een chaos ineens. Hier heb je het geheime recept. Dankjewel voor het hele heerlijke recept. Geen probleem, Plankton. Wil je alsjeblieft naar buiten laten? Dan ga ik even krabben halen bij de krokante krab. Wel lekker dan bij de maathemmer. Waarom? Nee, ik hou het lekker het geheime recept voor mezelf. Nee, je mag hem trouwens hebben. Hij past wel bij het geheime recept. Wow, ik dacht al. Ik was even bang hoor, dat je hem ging stelen. Hey, jongens. Ja, ik heb Plankton geholpen met het geheime recept. Ja, dat doe je heel goed. En, ja, hè? Hoe was de avontuur? Ik vond het echt geweldig. Ik vond het echt heel leuk. Alles klopte ook gewoon zo goed. Ja. Ik vond vooral nog steeds het leukste detail is gewoon echt dat Plankton zo accurate is. Het is gewoon letterlijk een groene kaars. Maar ja, vooral de stem. Jongens, dank jullie wel. Ik vond het echt geweldig. Het was echt een van de leukste maps tot nu toe. Ja. En dan gaan we gelijk door naar de volgende map. Zo, we zijn in de onderwaterwereld van David en Skies. Althans, we zijn nog niet helemaal onder water, maar het voelt wel als een onderwaterwereld waar we al zijn. Wat is de bedoeling? Niet allemaal tegelijk? Nou, dat wordt allemaal duidelijk. Oké. Je hebt hier je dagboek bijgehouden. Die heb ik even voor je bewaard. Helemaal prima. Maar hierin zie je natuurlijk zelf wat je allemaal hebt geschreven. Ja, dat weet ik allemaal natuurlijk nog aan. Ja, dus, natuurlijk, ja. En dan spreekt ik heb alles. Ja, daarom ook, ja. En dan spreekt alles voor zich. Dus. Oh.
Hier heb je hem en dan gaan we weer. Nou, top. Gaat helemaal goed komen. Mijn dagboek heet dit. Laten we maar beginnen. Dus we gaan lekker het water in. Dag 1. Zo, hier sta ik dan. Waarom wordt mijn boot precies weer meegenomen? Oh, waarom wordt mijn boot precies weer meegenomen? Waarom wordt mijn boot precies weer meegenomen worden door de stroming? Die zin klopt niet helemaal, maar weet je, bij spelling, het is mijn dagboek, mijn fout. En strand ik weer op een raar eiland. Waarom kon dit gewoon niet bij iemand anders gebeuren? Oké, dat is dag 1. Laten we eerst even kijken wat er allemaal, voordat ik verder ga. Oh, wacht, nee, we gaan wel verder lezen. Dag 2. Altijd als het donker wordt, voel ik het eiland trillen. Ik weet niet precies waarom, maar het is niet normaal. Dus als het donker wordt, gaat het eiland trillen. Dat klinkt heel eng. Alsof er een of ander monster hier in de oceaan zwemt. Dag 3. Ik heb onder water een rare grot gezien. Ik ga hier even op letten. Ook wil ik mijn boot repareren. Ik heb hier 11 stukken hout voor nodig. Oké, dat is goed om te weten. Dag 4. Nu weet ik het zeker. Ik moet hier niet zijn. Het eiland begint nu steeds vaker en heviger te trillen. Het water trilt dan ook mee. Het lijkt wel alsof de wereld vergaat. Iemand, als je dit boek leest, help me alsjeblieft. Oh, maar deze jongens, ik heb het zelf geschreven, maar het is wel allemaal heel heftig dit. Dag 5. Ik heb vandaag besloten om in het water te gaan en te gaan onderzoeken wat er precies aan de hand is. Ik ben wel heel benieuwd. Vervolg op de vorige bladzijde. Ik heb het geprobeerd. Alleen kreeg ik geen lucht meer toen ik het water inging. Ik heb hier iets anders voor nodig. Oké, jongens, oké. Het is allemaal een beetje duidelijk nu. Ik moet 11 hout nodig hebben. Klik hier om de boot te maken en te vertrekken. Oké, dat kan niet, want ik heb het hout niet. Ik heb 10 hout daarvoor nodig. Om hier eindelijk weer te kunnen vertrekken. Dus laten wij proberen dat te doen. Want waarschijnlijk als ik er nu op klik, doet het niks. Ik zie hier hashtag 4. Het water in. Er was waarschijnlijk ergens een grot. Alleen ik kreeg geen lucht. Dus ik kan waarschijnlijk niet lang de grot in. Oh jongens, als ik het water in probeer te springen. Hier, kijk. Dan word ik teruggeteleporteerd. Dus het is niet de bedoeling dat ik het water in ga. Want ik krijg geen lucht onder water. Oh mijn god. Dus ik word echt geforceerd om op het land te blijven. Dus dat betekent dat de eerste puzzel die ik hiervoor op moet lossen op het land te vinden is. En ik gok in de boom. Voor een of andere reden. Ja, een button. Kijk, daar. Zien jullie hem? Zo. Oh, een mysterieus item. Dit item maakt je immuun voor sommige dingen. Misschien voor water. Ik ga hem gewoon drinken. Wacht, kan dat? Ik kan hem niet drinken. Misschien als ik hem met mijn handen hou. Ah, ik snap hem al. Ik snap hem, jongens. Oké, we hebben dit item. Dat betekent dat we kunnen zwemmen. En dan kunnen we waarschijnlijk ook... Oh, we kunnen in ieder geval onder water. We moeten wel opletten op onze ademhaling natuurlijk, want we willen niet verdrinken. Maar we kunnen in ieder geval het water in. En wat een leuke dieren. Ik ben alleen heel erg benieuwd waarom de boel hier zo aan het schudden is. Ik wil hier eigenlijk niet heel veel langer zijn. Laten we even snel kijken. Dit is misschien de grot waar ze het over hadden. Waar ik het over had. Wat vinden we in de grot? Oeh, kijk, daar is iets. Een boekje. Een knop voor de opvallende blok. Een houtje en een houtje. Oké, jongens, we hebben... Oh, wacht, ik ga verdrinken. Snel. Naar boven. Oké, snel het eiland op. We hebben al 2 hout. Ik had volgens mij 10 hout nodig. 11 stukken hout heb ik nodig. En ik heb er al 2. Knop voor het opvallende blok. Ik weet alleen niet wat het opvallende blok is. Dus niet hier. Oké, dit is het boekje dat ik heb gevonden. Sesam, open u. Daar lijkt het wel op. Maar om deze poort te openen, moet u goed gebruik maken van uw knop. Er zijn veel korrels. Korrels. en geen wind. Dit is ook waar ik me bevind. Oké, jongens, dit is een raadseltje. Met deze knop begint het, de start van het avontuur. Hiermee zul je een stap dichterbij zijn bij de geheime deur in de muur. Ik zag wel al net, jongens, vanaf hier, daar een geheime deur in de muur. Maar ik moet dus ergens deze knop plaatsen. Er zijn veel korrels en geen wind. Dit is ook waar ik me bevind. Geen korrels en geen wind. Oké, hier is denk ik de geheime deur. Maar waar... Ik zie daar ook een doorgang. Laten we daar even kijken. Wat is dit? Ah, dit is een opvallend blok. Dit is zeker een opvallend blok. Ik denk dat ik hem hierop moet plaatsen. Ik ga het gewoon doen. We gaan hem er ook gewoon op plaatsen. Komt-ie. Bonk. Ik hoorde wat. Ik weet niet wat het was, maar ik hoorde wat. Wat heb ik gehoord? Is de deur open? Ja, de deur is open. Dit was goed, jongens. Het avontuur kan beginnen. Althans, het is eigenlijk al begonnen, maar volgens het boekje... Oh mijn god, waar zijn we beland? Oh, wat is hier veel? Laten we eerst deze barrel bekijken. De geest, hout en rood. Oké, rood nemen we mee. De geest. De geest is echt. Hij doet er alles aan om mij hier weg te krijgen. Oh jee, er is echt een geest hier. Ik weet niet of ik dat leuk vind. Danger, reset. Alleen als je alle blokken geplaatst hebt. Oké, prima. Dan plaatsen we nog niet de blokken. We hebben hier ook paars. Nog meer hout. Het hout schiet al op, jongens. We hebben al 5 hout. Hier nog meer hout waarschijnlijk. Ja, 7 hout. En vast al... Laten we even op elk knopje klikken. Ik weet niet waarom. Ik heb al de neiging op elk knopje te klikken. Oké, ik heb paars gevonden. En dan staat hier west, noord, oost en zuid.
Met getallen erbij. We gaan het raadsel moeten we oplossen, jongens. Ik ben alleen even benieuwd wat het gaat zijn. Wat staat daar? Rood is goud in het kampioenschap geworden. Rood is goud in het kampioenschap geworden. Oké. Okay. Even kijken wat we allemaal in het water nog mee kunnen vinden. Want ik heb helemaal nog niet echt onderzoek gedaan in het water zelf. Ik zie hier glas. En wat staat erachter? Hashtag 3. Oké, okay, dat is geel. En dat heeft sowieso iets te maken met dat dingetje wat ik daar net had. Dat noordoost-zuidwest of zo. Hashtag 3. In het geel. En hier is geel. Hashtag 4. Hey jongens. Oh, wacht. Voordat we doodgaan. Oranje. We hebben oranje gevonden. Denk nog één kleur moeten we vinden. We hebben oranje, paars en rood. Dan gok ik groen of zo. Of blauw misschien dat we die nog moeten vinden. Maar waar? Maar waar gaan we de laatste vinden? Oké, jongens. Of ik ben gewoon echt blind. Of dat laatste blok is gewoon nergens te vinden. En ik ga telkens bijna dood. Oh, hier jongens. Dit is het. Dit is het 100%. Ja, geel. Oké, laten we nu snel teruggaan daar naar binnen. En dan kijken of we het op kunnen lossen. Want we hebben nu 4 kleuren. En dan moeten we even kijken of we de mogelijkheden kunnen vinden. Want dat geel was volgens mij nummer 3. Alleen hier staat Noord, hashtag 4. Ik snap het niet. Nou, ik denk dat deze op 3 moet. Rood is goud in het kampioenschap geworden. Dus misschien is dat dan nummer 1. 1, 2, 3, 4. Wat is oranje? Oranje staat hier niet. Weet je, ik ga gewoon de mogelijkheden proberen. Zo, dit en dit. Dat was niet goed. Althans, logisch dat het niet goed was. Rood is goud in het kampioenschap geworden. West. Wat is het? Moet ik het zoals dit zien? Gewoon rood op 1. Zou het zo simpel zijn? Rood op 1. Oosten, maar er is geen blauw. Wacht even hoor. Rood is goud in het kampioenschap geworden. We zeggen rood op 1. Ik weet de volgorde niet. Wacht even. Hashtag 3 is geel. Dan zou je zeggen dat die op de goede plek staat. Wacht, kijk jongens. Het koraal is volgens mij in de kleuren. Nee, niet. Dat is niet waar. Ik ben nu helemaal gekke dingen aan het bedenken. En hoop dat ik het heb. Het heeft met dit te maken. Maar waarom is dit paars, dit blokje? Ik ben bijna wel zeker dat geel hier moet. Omdat er gewoon duidelijk staat geel hashtag 3. Rood is goud. En oranje is een soort van, nou, goudachtig. Dus dat zou misschien dat rood is goud geworden. Nou, ik weet het niet. Ik vind het zo ontzettend moeilijk, jongens. Oh mijn god, jongens, dit bordje hier was ik helemaal vergeten. Ik heb natuurlijk een bordje hier helemaal te staan met oranje is 4. Hoe ben ik die vergeten? Oké, dat zou betekenen dat dit de volgorde is. En dan kan ik rood en paars gewoon een beetje gokken natuurlijk. Maar alleen, ik wil wel weten waarom dan dat moet, weet je. Wat de logica zou zijn. Wacht even hoor. Ik zou zeggen, rood is... Dan staat daar duidelijk, rood is goud in het kampioenschap geworden. Dus dat zou betekenen dat rood op 1 moet. Maar waarom moet paars dan op 2? Oost is hashtag 2. Het oosten is deze... Oh... En paars... Oh, jongens. En paars is het oosten. Ik snap hem. En west is hashtag 1. En dit blokje kijk je naar het westen. En die is rood. Ah, ik snap hem. Ik snap hem, jongens. Dus dat betekent rood, paars, geel, oranje. Dat zou de volgorde moeten zijn. Ja, er is een deur open. Nu snap ik met dit oost-westen. Ik vat om die kleuren erop. Die zijn allemaal onlogisch. Ik moest gewoon goed kijken naar... Als je naar het blokje kijkt, welke kant kijk je dan op? Oké, we zijn met papiertjes aangekomen in een nieuwe ruimte. Raadsel 1, raadsel 2 en raadsel 3. Wat zijn de raadsels, als ik vragen mag? Ik weet niet wat het raadsel is. Hey, een boekje. De geestenpuzzel. Oké, je bent hier verder gekomen. Als je dit leest, ben je de eerste die dit is gelukt. Echter zul je hier stranden en nooit te weten komen wat er achter deze mysterieuze grot schuilt. Daar gaan we wel achter komen. Je zult de volgende raadsels moeten oplossen. Typ het antwoord zonder hoofdletters met de of een ervoor. Oké. Raadsel 1. Ik ben geel en rond, maar ik heb geen mond. Ik hang hoog in de lucht en geef geen zucht. Wat ben ik? De zon, zou je zeggen? Zullen we bij raadsel 1 gewoon de zon proberen zonder hoofdletters? De zon. Oh, ik heb geen XP. Dat is ook wel handig. De zon. Zou dat goed zijn als we dit doen? Komt-ie. Hoppa. Dat klonk goed, denk ik. Het klonk als iets goeds. Laten we gewoon naar raadsel 2 gaan. In mijn bestaan... Ben ik altijd nat? Je hebt mij vast ook wel eens opgehad. Wat ben ik? In mijn bestaan ben ik altijd nat en je hebt mij vast ook wel eens opgehad. Wow, wacht even. Water? Als in je opgehad en denk eerder aan kleding. Alleen opgehad als in opgedronken of opgehad als een hoed. Wacht, we gaan eerst even naar 3, want ik snap 2 voordat ik het fout heb. Raadsel 3. Ik ben er altijd, of je het nu wilt of niet. Ik ben onzichtbaar, dus je ziet me niet. Ik ga altijd vooruit, nooit de andere kant. Mensen willen meer van mij, maar niemand heeft het in de hand. Wat ben ik? Zuurstof? Wind? De wind? De lucht? Ik denk wind of zo, want niemand heeft het in de hand. Ik ben er altijd,
of je het nu wilt of niet. Ik ben onzichtbaar, dus je ziet me niet. Dat is wind. Ik ga altijd vooruit, nooit de andere kant. Alleen ja, dat zou niks met wind te maken hebben voor mijn gevoel. Altijd vooruit. Maar ik kan het proberen. De wind. Misschien is het fout. Raadsel 3. Ah, je zult dit raadsel nooit oplossen. Oké, dat betekent dat we 1 sowieso goed hadden. Enig, wat ben ik? Weet ik niet. Op de volgende bladzijde staan de antwoorden. Oh, jongens, ja, ik kom er gewoon niet uit. Oké, wacht. Ik wil alleen... Nee, ik weet niet of ik de antwoorden wil zien. 1 wil ik wel voorzien. De zon, die hadden we goed. De zon hadden we goed. Maar wat is 2? Ik ga het gewoon zien. Komt-ie. Een vis. Ja, oké. Je hebt me vast wel eens opgehad. Oké. Ik had er niet op gekomen, jongens. 100%. Ik ben blij dat ik het heb gecheckt. Ik had niet op een vis gekomen. De laatste, die moet ik toch wel weten. Ik ben er altijd. Hint voor de laatste. Een hint. Ja, geef maar een hint. Kom maar. De T. De... Oh, ik ben er altijd. Of je het nu wilt of niet. Ik ben onzichtbaar, dus je ziet me niet. Ik ga altijd vooruit, net zoals een klok. Nooit de andere kant. Mensen willen meer van mij, maar niemand heeft het in de hand. Wat ben ik? Ik snap hem al, jongens. Ik had heel anders moeten denken. De tijd. Natuurlijk. Je bent de tijd. Komt-ie. Hoppa. Oh nee, het is jullie gelukt. Jullie, ik ben alleen. Jullie zijn de eerste. Met alle tegenzin die ik heb, geef ik jullie toch het mysterieuze item. Omdat ik een geest van mijn woord ben. Hier is het. Een oud stoffige schaar. Oké, en ik heb nog niet genoeg hout, jongens. Zijn je toevallig... Ja, ik wou het zeggen. Ik moet wel meer hout hebben. Ik heb nu 9 hout... Ik moest er 11 hebben, dus ik gok dat ik hier nog wel wat meer kan vinden misschien. Voordat we hier weg gaan, laten we even kijken. Ja, 11. Nee. Ja, we hebben wel 11. Dit is 11, jongens. En we hebben een schaar. En daarmee kan ik denk ik de kopwebs weghalen op mijn bootje. Daar komt hij. Daar komt hij, jongens. Let op. Kopweb weg. Kopweb weg. Deze plat. Deze weg. Deze weg. Dan heb ik 11 hout. En dan denk ik dat ik op de knop kan klikken. Want ik weet niet hoe ik de boot anders moet specifiek moet repareren. Laten we maar gewoon op de knop klikken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. Boom. Het is donker. Weggekomen. Weggekomen van het eiland. We zijn ontsnapt, jongens. We zijn ontsnapt van het eiland met de geest. En we hebben het mysterieuze item gekregen. Dat was natuurlijk de schaar. Oh, daar ben je. Je komt uit de lucht vliegen. Ja, dat is al klaar. Dat is al klaar. Ik vond het leuk. Het was echt één... Eén grote puzzel voor me. Het was echt een breinkraker, maar ik vond het wel heel leuk gedaan. Ja, dankjewel. Ik ben trots op jullie. Zijn jullie daar blij mee? Ja. Ja. Oké, top. Oké, we zijn aangekomen in de map van Jan en Roemer. Hey, jullie hebben een grote onderwaterwereld gemaakt, zo te zien. Wat moet ik verwachten? Veel spektakel. Veel spektakel, oké. Veel water. Veel water, ja, dat is sowieso wat ik verwacht inderdaad. Veel water is zo. Hey, heb ik een habitat. Uitlegje nodig? Ja, jij bent een eendje natuurlijk, hè? Ja. Of een kip? Nee, jij bent een kip. Nee, een eend. Nee, ik ben een eend. Dit is... Oh, ik dacht dat je... Nee, had... Oh ja, ik zie het inderdaad, een gele eend. Hey, moet ik een uitlegje erbij krijgen of kan ik gewoon aan de slag gaan? Je kan aan de slag gaan. Ik kan aan de slag gaan. Oké, jongens, ik wens mezelf veel succes. Dank jullie wel. Oké, daar gaan we. Laten we even kijken wat we moeten gaan doen, jongens. Het is één groot mysterie wat er gaat gebeuren. Dus laten we beginnen met deze kist openen. Dan hebben we een turtle shell helmpje. En we hebben een splash potion of night vision. Daar wachten we nog even mee. Doe het helmpje op en... Heb ik veel moeite met hier onder water? Kijk, nou trouwens, als ik de potion vast gebruik... Dan, nou trouwens, ik ga hem denk ik nog niet nodig hebben. Ik kan al gewoon behoorlijk goed onder water kijken. Laten we even... Hier hebben we een luchtgaatje, oké. Laten we even kijken of we een ingang ergens kunnen vinden of dat... Kijk, hier zie ik bijvoorbeeld al zijn. Drop hier sleutel 2. Nou, sleutel 1 moeten we dan ook nog vinden. Ik denk dat sowieso de bedoeling is dat ik natuurlijk de basis binnen ga. En daar zie ik al een grot. Dus laten we eerst even kijken wat we allemaal kunnen vinden. Ademhalingsplekje, oké. Hey, en een kist, jongens. We hebben een kist gevonden. Sleutel hopper 2, oké. Andesite, feathers. Ik denk dat ik die kan laten liggen. Dat ik die niet zo specifiek nodig heb nu. Laten we in ieder geval de sleutel van de hopper meenemen. Die moet als het goed is hier. Ja, dus drop sleutel nummer 2 hierin. Oké. Dat kunnen wij. Hoppakee. Die zit erin. Wat is er dan gebeurd? Oh, een kist geopend. Een boek en quill. Laten we even naar boven naar het eiland gaan en kunnen die lezen. Oh, ik kom alleen nog niet meer op het eiland. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Hallo, er is zojuist een deur geopend doordat je dit boekje hebt gelezen. Oké. Kijk goed rond in deze ruimte en vervolg je route. Succes. Oké, dus ergens... Een deur geopend, omdat ik dit boekje heb gelezen. Is dat hier binnen misschien? Hier? Nee. Waar is de deur geopend? En even goed rondzwemmen, kijken of we het kunnen vinden. Ah, hier. Jongens, dit zat er nog niet, dit gat. Dit gat is... Ja, kijk, met ladders. Oké, dan gaan we dit even wegstoppen. Het was sleutel nummer 2 en ik ben benieuwd. Ik heb sleutel nummer 1 helemaal niet gevonden of nee, niet eens nodig gehad. Let op, je gaat weer geen ademhalen. Oké. Oh, de deur ging ineens open omdat ik aan kwam lopen. Oké.
Ik ga weer geen adem kunnen halen. Maakt niet uit, ik heb een turtle shell helm. Dit gaat goed komen. We zijn denk ik op niveau 2 beland, jongens, in de onderwaterwereld. Oh, maar deze, het lijkt wel gewoon een hele woestijn die onder water is gegaan. Wat hebben we hier? Sleutelhopper, hashtag 4. Oké, dat is makkelijk gevonden gelijk. Dit is een kar die onder water staat. Kunnen we hier misschien even ademhalen? Nou, dat is in principe niet nodig. Moet hij hier? Sleutel nummer 4 inderdaad. Maar voordat ik dat sleuteltje erin ga stoppen, wil ik nog even kijken wat er allemaal nog meer is in deze onderwaterwereld. Want ik zie daar ook nog een grot. Er is hier nog een grot. En er is hier te vinden... Ah, nog een hopper. Drop hier je sleutel in, maar niet nummer 4. Niet nummer 4, denk ik. Nummer 4 moest op die andere plek. Laten we daar eerst heen gaan. Sleutel, hopper, nummer 4. Daar gaan we, jongens. Komt die 1, 2, hoppakee. En... Oh, nee, de deur ging voor de helft open. Wacht. Ik ga er onderdoor. De deur ging niet helemaal open. Oké, hier gaan we even ademhalen tussendoor. Zo, en dan gaan we kijken waar we heen moeten zwemmen. Want ik moet wel opletten dat ik niet dood ga door verdrinken, natuurlijk. We hebben hier een lange onderwatergang. Waar gaat dit heen? Is hier iets? Nee, hier is niks. Oeh, een kistje. Sleutelhopper nummer 1. Oké. Is dat die plek waar ik net was toevallig of niet? Wat is dit? Hé, een rode doorgang. Oh, hij gaat open. Oh, joh, we zijn weer hier. Ik denk dat deze sleutel voor het gat hier is. Gok ik? Voor deze? Of niet? Hier. Drop hier je sleutel in. Er staat niet hashtag 1 bij, alleen... Laten we nog even boven kijken of er niet daadwerkelijk ook een hashtag 1 is. Voordat ik hem in het verkeerde gat gooi natuurlijk. Hier kunnen we weer even rustig ademen. Want hierboven was 2, hier beneden was 4. Dus het zou mij logisch lijken als nummer 1 hier ook ergens is. Maar het zou zomaar kunnen dat dat natuurlijk niet is. Dat dat niet het geval is. Even goed gekeken te hebben, jongens, denk ik dat ik hem toch in het gat beneden moet gaan gooien. Want er is helemaal geen hopper meer hier of zo. Oké, dan was het hier gelijk naar links. Dan hier erin, als het goed is. En dan... Ja, kijk hier. Hoppakee. Droppen we hem hier gewoon erin. Waarom niet? Komt hij 1, 2, zo... Zit hij erin? Heb ik hem gedropt? Ja, toch? Ja, de deur is open. Weer voor de helft. Maar dat maakt niet uit. Ja, daar zijn we doorheen gesprongen. Oké. Dan gaan we rustig doorzwemmen. Kijken wat we allemaal kunnen vinden. Weer een gang. Oh, hier kan ik weer ademen waarschijnlijk. Ja, zo. We gaan nog lager. Waar zijn we nou weer beland ineens? In een of andere blauwe kamer? Oh, jij, nog meer water. Ik denk dat ik mijn potion wel ga nemen, jongens. Dan zie ik wat makkelijker onder water. Ja, kijk, nu hebben we veel beter zicht. Dit is ideaal. Kijk, het zicht dat we nu hebben is top. We zijn nu bij een ocean monument gekomen. Oké, heel lijp. Ik denk dat we hier weer een sleutel moeten vinden. Sleutel hashtag 6. Oké. Ik denk dat de sleutel... Dat ik die moet vinden in het ocean monument hier. Even kijken, hoor. Het is een... Oh, kist. Nee, hij is leeg. Oh, god, jongens. Ik ga verdrinken. Oh, nee. Slecht nieuws. Oh, hier kan ik even ademen. Oké, ik dacht even dat ik dood ging. Oké, daar moet ik dus wel rekening mee houden, jongens. Dat als ik er dolf in ga en ik raak verdwaald, dan zijn we de klos. Is ook leeg. Oké, deze twee zijn dus leeg. Hier is niks verder. En dan hier het hoekje om. Oeh, dit kan het nog wel eens zijn. Nee, ook leeg. Oké, dan gaan we weer even lucht tappen. Dan weet ik dat dit gat het in ieder geval niet is. Ik ga gewoon elk gat langs tot ik uiteindelijk de sleutel vind. Is ook leeg. En deze is ook leeg, maar misschien zit er eentje verstopt hier of zo. Nope, helemaal leeg. Deze ga ik nou serieus de laatste krijgen, jongens. De ene laatste ga ik nu in. De ene laatste. Als dit serieus ook gewoon niet degene is, dan word ik echt mad. Oh god, dit is tot nu toe niks. Hierheen, ja, dit kan het nog wel zijn. Dit kan het nog wel zijn. Hoppakee, hopper nummer 6, jongens. En nu niet verdrinken. Au. Oh jee. Oh jee. Oh god. Oh god. Oh god, oké, gelukkig verdrink ik niet al te snel. En luchtappen. Dan gaan we snel het oceaanmonument uit. Het ziet er wel cool uit, jongens, dit. Het is gewoon echt een oceanmonument. Dan moet ik hier het kasteeltje in gaan. Denk ik, door de sleutel hier te droppen. Hoppakee, daar gaan de deuren, neem ik aan. Oh, hey, hallo. Hallo. Goedendag. Ah, waar zijn we beland? Ja. Nou, ik ga maar gewoon weer weggaan. Oh, jij deed alleen de deur even voor me open. Ik denk, er komt nu een hele storyline aan of zo, weet ik van wat. We hebben hier Roemer en we hebben hier Jan. Ze staan beide hier samen gewoon met een koraaltje en een bloemetje in hun hand. We hebben opslagkamer en we hebben kantoor Luc en Stan. Laten we eens de opslagkamer in gaan. Kijk, misschien kunnen we een van die items vinden die ze in hun handen hebben. Ik hoop dat dat de bedoeling is en dat ik die misschien aan hun moet geven of zo. Wat is dit? Sleutel lapis, oké. Moet ik ergens waarschijnlijk met een lapisblokje de sleutel opplaatsen. Misschien dat die dingen die ze in hun handen hebben ook helemaal niks te betekenen heeft hoor jongens. Dat heb je ook nog wel eens, die kans. Kijk, dan gaan we naar kantoor Luc en Stan. En daar is het lapisblokje. Kijk jongens, daar was ik blij dat ik eerst de opslag koos. Want nu kunnen we gewoon zo op een keer naar binnen. Oh, en waarschijnlijk was dit gewoon een leuke sierkamer. We kunnen gelijk naar beneden. Nog verder naar beneden. Het gaat trouwens diep dit. Ik ben bang.
Ik weet niet wat er me te wachten is. Ik ga gewoon springen. We zijn ineens in de straat terechtgekomen. Wat? Wat is dit? Nummer 34 en nummer 36. We zijn letterlijk gewoon in de straat terechtgekomen. Er is een of andere lek in de dam hier. Laten we kijken wat we moeten doen. Ik zie nu al dat we hier door het rode blokje uiteindelijk heen moeten. Maar dat kan alleen waarschijnlijk als ik een puzzel heb opgelost of zo. Dus laten we even, voordat we naar boven kijken, hier naar binnen gaan. Want deze deuren kunnen we gewoon openen. Kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Waarschijnlijk zit er iets onder het bed. Ja, natuurlijk zit er iets onder het bed. Reservesleutel 34. Natuurlijk, jongens. Hier misschien nog iets? Nee. Hierachter iets? Nee. Oké. Dan was dat genoeg. Doe de deur weer dicht. Dan kijken we even hier bij nummer 34. Omdat we reservesleutel... Wat is dit? Wat een gezinnetje. Bericht voor Max. Ze hebben een koe als kind gekregen. Ze hebben een bericht voor me achtergelaten. Hallo, wij weten even helemaal niet meer wat we moeten doen. De dijk staat op barsten en wij kunnen nergens heen. Het gezinnetje, jongens. Ik denk dat wij het niet gaan redden. Dus pak mijn sleutel en ren weg. Laat ons achter en wij proberen onszelf te redden. Succes. Jongens, zet jullie sleutel hier ook onder verstopt misschien. Waar is jullie sleutel? Hebben jullie een sleutel in jullie handen of zo? Voor twee rode wol. Oh, dit is de sleutel. Jongens, maar ik wil jullie redden. Ik wil jullie redden. Een rat, een koe en een normale vrouw. Kunnen we de dam niet gewoon dichten? Ik moet ze achterlaten. De dam is gebroken. En ik kom... Ja, ik kan niks. Oh, man. Nou, weet je, ik hoop dat jullie niet verdrinken. Ik ga er vandoor. Succes. Dus stik erin. Althans, dat... Waarschijnlijk stik je daadwerkelijk in water. Oké, we gaan door de rode wol. Nog verder naar beneden. Hoe diep gaat het allemaal wel niet, jongens? En ik ben nu al in de straat geweest. Wat is het volgende wat op me te wachten staat? Het is... Oh, wat is dit nou weer? Hallo. Oh, ik schrik me helemaal kapot. Ja. Jemig. Hallo. Wij zijn medewerkers van het stadion. Jullie zijn wat? Medewerkers van het stadion. Oh, medewerkers van het stadion? Er is een klein foutje in het stadion. En jij moet dus helpen ermee. Oh, prima. Dat gaan we regelen. Dat kan ik. Ik kan heel goed helpen. Moet ik de bordjes hier even lezen? Of... Ja. Hallo, weet je nog de video? Ik liet mijn kijkers het WK-voetbal simuleren in Minecraft. Dat weet ik nog heel goed, inderdaad, de video. Nou, mooi. Dat is dus een beetje hetzelfde idee als hier. Oh jee. Begin maar eerst met de taakjes uitvoeren, waardoor je de sleutel krijgt. Tot de volgende kamer. Ik hoorde namelijk ook dat hier ook al overstromingen zijn geweest. Dus ik zou maar snel gaan. Succes. Oh, dus, als je mij volgt, ga je hier hokje in. Ja, dan lig je spullen. Oh, prima. Stagekamer. Heel goed. Dankjewel. Ik heb hier een stageshirt. Die trekken we gelijk aan. Zien we er goed... Oh, ik heb die helm. Die mag inmiddels wel af. Zien we er goed uit, jongens. Ik heb mijn zwembroekje aan. Dan... Oh, wat is dit nou weer? Emmers om water weg te halen. Die nemen we allemaal mee. En een boekje. Takenlijst. Taken. Overstromingen fixen. Troep opruimen op de tribunes. Lampmast fixen. Dirt weghalen op tribunes. Oké, dat kan ik allemaal. Deze stagetaakjes kan ik gewoon, jongens. Gaan we hier omhoog klimmen? Ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Ah, de tribunes. Laten we ten eerste het water even netjes opruimen hier zo. Hoppakee. Dat is de eerste taak. Dan hier nog meer water. En dan zie ik hier nog meer water. Dan moet de dirt ook worden weggehaald. Dan ben ik ook heel goed in de dirt weggehaald. Want dat heb ik al in een eerdere video geprobeerd. Oh nee, mijn nightvisje gaat op. Oh, 5 seconden. Oh jee, jongens. Laten we snel even alles weghalen. Ik denk dat het... Oh, het wordt wel inderdaad al gelijk een stuk donkerder. Maar maakt niet uit. Laten we eerst even dit allemaal weghalen. Dan ook de troepjes. Die moest ik opruimen, die hier zaten. Dan ben ik ook heel goed in de troepjes opruimen. Hoppakee. En deze, hoppakee. Dan heb ik nog 3 waterbuckets. En ik zie daar 1, 2, 3 keer water. Dit komt helemaal goed, jongens. Is het schoon? Heb ik alles opgeruimd? Volgens mij wel, hè? Ja. Nou, laten we even naar de andere kant gaan. En we gaan gewoon over het veld heen lopen. Ik wou zeggen, ik ga helemaal omlopen, maar ik loop lekker over het veld heen. Oké, laten we eerst weer het water weghalen. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Halen we de visjes die hier liggen, halen we ook weg. Zo. Dit ook hier. Deze ook hier. Deze weg. Dirt weg. En dit dirtblokje. Deze. Deze en deze. Zo. Oké, als het goed is, is heel het stadion dan gelijk weer schoon. Ik zie daar inderdaad de sleutel die ik moet gaan verdienen. En nu moest ik volgens mij nog de lampenmast fixen. Ja, dirt weghalen, troep opgeruimd, overstromingen gefixt. Nu alleen nog de lampmast fixen. Oh jee. Laten we even kijken of we die kant op kunnen gaan. Hoe kom ik daar? Oh, hier, ik zag al een deur, jongens. Kijk, hier is een deur. Stagelopers plus. Volgens mij, ik ben een stageloper, dus dat komt goed. Dan moeten we... Oh, waarom hebben ze niet gewoon normaal? Dan moet ik helemaal omhoog parcouren. Via... Oh mijn god, irritante laddersprongetjes. Oké, dit komt helemaal goed. Dit komt helemaal goed, jongens. Let op. 1 en 2. 1 en 2. 1 en 2. Oh. Oh god, ik wil nu niet meer falen. Ik ben er nu bijna. Als ik nu faal, zou heel verdrietig zijn. We zijn er bijna. Nee! Oh mijn god, gelukkig niet helemaal naar beneden. Maar ik had niet verwacht dat ik daar niet op kom. Dan moet je een heel ander sprongetje maken. Kijk, hier moet je... Wacht even hoor. Nee! Oké, wacht, komt ie. Nou, wat irritant dit sprongetje. Omdat je... Dit is een heel ander sprongetje dan de rest. Oh god, ik moet het anders gaan doen, jongens. Ik moet niet shiften. Ik ga te traag. Ik zie het probleem al. Ik shift weer. Waarom shift ik? Stop daar eens mee. Kijk, komt-ie.
Ja, oké, nu shiften ik niet. Nu hebben we zijn op de lamp. Ah, kijk, hier, ik zie al wat de fout is. Er mist een blokje. En die reservelamp, natuurlijk, jongens. Niks aan de hand. 1, 2, hoppakee. Nou, dan gaan we weer naar beneden. En dan gaan we niet parcouren. Ah, kijk, daar heb je de baas alweer. Zo. Hallo, ik heb alle klusjes opgelost. Ik weet niet of jij spulletjes hebben hier. Doe er maar mee wat je wil. Zo, hoppakee. Ah, trouwens, ik heb die helm nog nodig. Even een sleutel. En dan succes. Top, dank jullie wel, jongens. Ik vond het een leuke stage. Ik heb veel geleerd. Oké, dan gaan we snel naar de diamond blok toe. Want ik heb de diamond sleutel heb ik te pakken. En die was als het goed is daar, inderdaad. En dan, jongens, ik denk dat ik hem dan heb. Ik denk dat ik dan de map heb gehad, maar ik weet het niet zeker. Het gaat nog verder naar beneden, dat meen je. Hoeveel verder kan dit? En... boom! Huh? Waar zijn we beland? Wat is dit? Is dit... zijn we bij het einde? Wat is dit? Volgens mij ben ik bij het einde. Of niet? Waar ben ik beland? Goedendag. Oh, hallo. Er staat hier een heel mooi knopje. Oh, er staat een knop. Oh, ik zag de knop niet. Ik ga erop klikken. Hey, vuurwerk. Dat betekent dat ik denk dat ik bij het einde ben. Dat klopt. Ik heb ook echt precies de knop niet gezien. Het spijt mij enorm. Jongens, ik vond het leuk. Het was mega groot. Elke keer ging ik nog dieper naar beneden. En dan werd het nog verder en ging ik nog verder. Ik dacht elke keer van, nou, dit zal wel de laatste laag zijn, weet je. Maar het was niet de laatste laag. Het ging telkens gewoon verder dan verwacht. Beetje goed gezwommen? Ik heb heel veel gezwommen. Het was inderdaad allemaal onder water met overstromingen en weet ik wat allemaal. Ik vond het serieus een hele leuke map. Echt waar, ik vond het een hele leuke map. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Reageer nu even in de reacties. Wie van deze, of welke van deze drie mappen vonden jullie het leukste? De SpongeBob map, de onderwaterwereld met de geestmap, of het stadion gecombineerd met de straat, met de overstromingen en weet ik wat allemaal map. Laat het nu in de reacties weten. Als je dan klaar bent met reageren, moet je nu lekker deze video kijken. Dit is namelijk ook een hele leuke video om gewoon even te kijken. Kijken, liken en abonneren. Wat dacht je daarvan? En dan nu spreek ik laat glaasje water, tot de vier flesje bier. Tot de volgende keer. Bop, 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 bop.